Boum, comme un petit cœur fait, boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Chabadabada, boum, comme un petit cœur fait, boum, tout avec lui dit boum. Schuin afsnijden en een handlauw water zetten. Huh? Wat is dit voor? Oh, je bent het vergeten, hè? Wat? Ja, zie je wel, je weet het niet meer. Ja, maar... Wat is het dan? Wat is het dan? 12,5 jaar geleden. Café de Koperen Ploert. Are you lonesome tonight? Jij en ik. Weet je wat? Boom. Oh, 12,5 jaar geleden. Oh, oh god. Oh, ik ben vergeten. Alsjeblieft. 12 lelies en een halve. Oh. Oh, schatje, ik heb helemaal niks voor jou. Noem, ik heb jou toch? Oh. Ja, moeten we niet iets doen? Moeten we niet vieren of zo? Wat vieren? Ja, natuurlijk gaan we het vieren met z'n tweetjes vannacht samen in bed met een fles champagne. Oh, Karel! En daar hoeft niemand bij te zijn. Oh, ik word je vlong. Is er iets? Oh, we doen hier heel lang aan de Romeins thuis worstelen. Wij zijn gewoon een beetje aardig voor elkaar, mag dat niet? Jawel, maar het was een beetje een schok hoor, zo ineens. Nou, raad eens wie ik aan de telefoon had. Karin Bloemen. Nee, gewoon even raden. Ja, mijn schaaf weet hoor, ik heb er tijd voor. Kom, zeg op. Oma! Oma? Je bedoelt mijn moeder? Ja, die ene ja. Wat, die uit België? God, hoe raad je het zo? Hé, hey, waar belden ze voor? Nou, ze wilden ons weer eens zien, hè? Vroeg wanneer we langskwamen. Hmm. Oh, ja, nee, dat kan voorlopig niet. Nee. We hebben veel te druk. Nou, dat zei ik ook. Maar toen kreeg ik een geweldig idee. Ik zei, waarom kom je niet gewoon hierheen? Wat? Wat? Ja, leuk, hè? Dan kan ze gezellig een beetje meehelpen. En ze komt dus vandaag al. Hè? Wat, vandaag? Dat is toch gezellig? Vinden jullie dat niet leuk? Jawel, hoor, maar het is wel een beetje onverwacht, hè? Hoezo? Nou ja, het is zo plotseling, zo ineens, hè. Zo, nou ja, misschien toch maar een andere keer, hè? Nee, Lucien, huh? Helemaal niet, hè? Nee, we hebben hier een duidelijke afspraak over gemaakt. Als je er wil zien, met mij best, maar niet hier. We krijgen we nou, zeg? Nee, ik wil dat vervelende oude wijf niet over de vloer hebben. Hé, hey, zeg, oude wijf, het is nog steeds mijn moeder, hè? Ach, zeg, het is een bemoeizuchtig oud kreng dat alles en iedereen naar de hand wil zetten. Oh ja? Als dat mens hier een keer wil logeren, dan komt ze hier ook logeren. Ze komt hier absoluut niet in. Oh, nee? Nee. Oh, Dirkje, wat gezellig dat mama vanavond komt. Was ze 12,5-jarige dinges dan? Wat kan met een 12,5-jarige dinges dan schelen, zeg? Weet je of ik de dagen zit af te tellen? Oh, denk je er zo over? Nou, misschien denk ik er inderdaad al 12,5 jaar zo over, ja. Oh, nou, had ik me de moeite van de bloemen wel kunnen besparen, hè? Ja, had je inderdaad kunnen doen, ja. Nee, Lucien, dat doe je niet! Lucien, ik kost er 35 gulden! Ben aan mij! Goh, jongens, gefeliciteerd. Alsjeblieft. Beautiful flowers for a beautiful lady. Sinaasappelschillen en tomatensaus. Ja, dat is een nieuwe soort. Is speciaal gekweekt voor keukenpersoneel. En waar heb ik dat aan te danken? Hou je vast. Dirkje, wil je met me trouwen? Hé, hey, ik bedoel het serieus. Wil je met me trouwen? Ja, tuurlijk bedoel je dat serieus. Hoe laat komt oma? Ik vind dat we wel lang moeten zijn Lucien te gaan halen, maar ja, belgen en klok kijken. Hé, wat is dit nou? Ik vraag je ten huwelijk. Je moet wel gewoon aardig tegen haar doen, hè? Ja, ja, als ze maar niet met een gebit gaat klapperen. Huwelijk! Het heilig verbond, de echt. Jij en ik. Ta 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 ta. Twee letters. J, A, ja. Nou, daar zal je dan hebben. Je denkt erom, hè? Ja, ja. Precies. Ja, ja. Hey, hallo, daar oma. En daar hebben we dinges. Karel. Ja. Wie bent u? De Frits van Zwelink-Aardenhout. Frits van Aardenhout, ja. Oh, bloemen. Wat lief. Ja, ja, bloem, ja. Beautiful flowers for a beautiful lady. Oh, dat heb ik echt niet over te doen, Frits. Dat heb ik Ja, het is een nieuwe soort.
Lely's à la Bolognese. Waar blijft Michel nou? Oh, die kwam net achter me met de bagage. Zo traag. Ik kost nog even de hij is nooit van de snelste geweest, hè. Nee, nou, dit is ook nog behoorlijk wat bagage, hè. Net genoeg voor een week. Oh, een week? Ja, gezellig, hè. Nou, ja hoor, ja. Je moet... Zeg, schat. Die krollenkop door met zijn openjaksken aan, is dat nog altijd doen, baas? Ja, maar dat weet het toch. Dat is voor een wagen moeten beginnen, hè. Hier is dat niet voor soepsen, hè. Ja, ik heb met die anders heel erg nog een goesting, oké? Ja, maar wel, dat ze precies af ook. Kom, maak een stuk blijven. Als ik er niemand geweest, hè, dan zou er van hem ook niks terecht zijn gekomen, hè. Allee, die vlammen kunnen verdomme nog een toe rappen. Zo, alles naar wens? Ja, ja, natuurlijk. Hè. Wil je deze bloemen even in een vaasje zetten en dan mijn bagage naar de logeerkamer brengen? Kijk eens, Dirkie, ik heb iets voor je meegebracht. Wat lief! Wat leuk! Oh, wat leuk, zeg! Leuk! Ja, echt iets voor een meisje van jouw leeftijd. Ja, en ook voor als ik wat ouder ben. Ja, natuurlijk, tuurlijk. Je kan hem heel lang dragen. Zeg, liefje, heb jij nu al een vriendje? Wat? Nee, nou, ik bedoel, een vriendje. Het is toch normaal voor een meisje van jouw leeftijd? Nou, het is... Ja, ik heb het wel gezien, hoor. Jij hebt een oogje op die Frits, hè. Frits? Ja, 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 ik ben niet blind. Nou, dat is een heel aardige jongen, die Frits. Ja. Daar heb je een goeie aan. Let op mijn woorden. Nou, je mag hem natuurlijk nooit laten merken dat je hem interessant vindt. Want zo'n jongen heeft dat direct door. En je moet alleen maar zorgen dat hij niet overschiet. Hè, zoals mijn Lucien. Zo'n lieve jongen. Oh, die zou echt een goede vrouw moeten hebben. Maar ja, werkt veel te hard, hè. Die dinges daar, die Karel doet hem veel te hard werken. En zo vindt hij natuurlijk nooit iemand. Is toch waar, hè? Tja, wat zou ik daar nou eens op zeggen? Hallo. Oh, kijk eens wie we daar hebben. Voelt u zich al een beetje thuis? Ja, ja, natuurlijk. Je bent een schat, hè? Is er iets, Frits? Nee, niks. Oh, heb jij een mooie blouse gekregen, Dirk? Ja, kom, laat hem eens zien. Oh, leuk zeg. Ja, hè? Ja, nou, echt iets voor een meisje van haar leeftijd. Ja. Is er iets? Hoezo? Nou, ik kijk zo kwaad. Oh. Ben je niet blij met je blouse? Hou jij je er buiten? Hij staat leuk, hoor. Lampenkappen zijn weer helemaal in. Nou, wat is er dan? Oma, die weet van niks, hè? Huh? Hoe bedoel je? Dat lampenkapje en ik gaan trouwen. Van jou en Karel. Oh, jawel hoor, dat weet je best. Hè? Ik word jouw gloeipeer. Wanneer heb je het er dan verteld? Gewoon vroeger, ooit een keer. Weet je, ik ga met jouw oma een mooie bruidsjurk uitzoeken. Model Kroonluchter. Ja, ga weg. Weet je dat wel heel zeker, Lucien? Ja, hoezo? Nou, omdat ze nog steeds denkt dat jij met een schoondochter op de proppen zou komen. Jij hebt het niet verteld, hè? Nee. Maar ja, je weet hoe oma is. Je moet het er vertellen, Lucien. Hm? Nou, ik vertel het wel, hoor. Ja, nee, dat mens is toch veel te oud nu. En ze woont in België, daar liggen die dingen helemaal anders. Bovendien is ze ontzettend katholiek. Oh, ik wil me met alle liefde bekeren. Je bent een zoon, Lucien. Ja, 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 nou, dat is het nou juist, ja. Ja, ze moet het echt weten. Ik bedoel, ze behandelt Karel als een stuk vuil. Nou ja, dan begrijp ik dat aan de ene kant wel. Het is toch niet echt eerlijk. Over een weekje is ze weer weg, hè? Nou, en ze moet het voor me laten weten, Lucien. Ja, ja, ik vertel het wel een keer, maar niet nu. Oké, okay. Vragen van Lucien. Zeg jij tegen je moeder dat ze zich niet met haar voor nu gaat bemoeien? Balken! Nee, balken! Wat doen die paddenstoelen in mijn stoofkarbenaaien? Mama, Matje, het zijn niet uw stoofkarbenaaien. Daar staat grootmoeder stoofkarbonade met paddenstoelen. Ja, mama, het zijn mijn stoofkarbenaaien zoals ik uw stoofkarbenaaien zie. Ja, wel, ik heb al stoofkarbenaaien leren maken, hè. En in Vlaamse stoofkarbenaaien, daar zitten geen paddenstoelen in. Pruimen tot daar rond, maar geen paddenstoelen. Zeg, waarom maken we niet grootmoeders brandnetelsoep? Hè, met distels? Bedoelt u daar soms iets mee, jongeman? Luister, die meneer mag dan misschien op een baas zijn, hè, maar hij heeft geen manieren. Zeg het, oude beren vanaf. Ja, Allee, wat is er? Ik moet u iets zeggen, hè? Ja, ik ook. Dus, ik ook. Maar, ik...
Stoofkarbenooien, dat is iets heel anders in het Hollands. Laat mij maar vertellen. Ik vertel het. Nee, ik zeg maar. Maar, luister, het zit zo, hè. Het is iets dat ik al veel vroeger had moeten zeggen, hè. Zo moeilijk is dat niet, Lucien. Hè? Wel, nee, joh. Nou, wacht, ik zal het even. Het zit namelijk zo dat... Dat Dirkje en ik gaan trouwen. Oh, ja? Ja, tenminste, ik heb Dirkje gevraagd en ze denkt er serieus over na, hè, Dirk? Jawel. Het is klootzak. Moest eigenlijk geheim blijven, maar ja. Maar Frits, ik... Of wou jij iets anders zeggen, Luc? Oh, ik ben zo blij. Weet je, zeg maar oma. Uur loont ze. Je bent ons afspraakje toch niet vergeten, hè, voor vanavond? We gaan er een lekker feestje voor bouwen, hè, met z'n tweetjes. Just the two of us. Of zullen we je moeder erbij halen? Kijk eens. Voilà, mon petit amour. 12,5 jaar oude shampoopel. En schatje, je moet wel opschieten, hoor. Want je tijgertje wacht. Hé, wat ga je nou doen? Ik ga op de bank slapen. Wat? Nou, je hoort toch wat ik zeg? Ja, ik hoor het wel, maar ik kan het even niet plaatsen, hoor. Nou ja, sorry, ik heb even gezin, oké? Hoezo niet? Nou ja, ik vind het niet zo'n prettig idee om met mijn moeder op één dak. Daar heeft ze toch geen problemen mee? Nou, dat weet ik nog niet zo goed, hoor. Hé, wacht eens even. Ze weet het toch wel, hè? Wat? Van jou en mij. Dat heb je er in de tijd toch wel verteld, hè? Niet echt. Wat? Ja, het is er nooit echt van gekomen. Zo. Oh, nou, daar ben ik dan wel mooi klaar mee, hè? Een schoonmoeder over de vloer die van niks weet en een vriendje dat voortdurend staat te liegen. Maar ik sta hier niet te liegen. Nee, je voert wel een knap toneelstukje op, hè? Voor die fakes met de hangtieten. Niemand praat zo over mijn moeder ter hangtieten. Begrepen? Oh, nou. Bravo, hoor. Fantastisch. Wat zijn we gelukkig? 12,5 jaar al. En nog steeds gelukkig. Leven het bruidpaar, hè? Leven het bruidpaar! Leven het bruidpaar! Oh, was ik mij. Mijn moeder is gebleven. Lulu, kom nou joh. Doe niet zo flauw. Ik zal niks tegen mami zeggen. Mama, je bent de liefste van de hei. Hé, hey, daar zal je de eerste gasten hebben. Ja. Hé, die pa. Wat zeg je? Open doen. Ah, jongen, lag je al te slapen? Wel, nee, wie gaat er nou slapen? Het is feest. Ik moet onderduiken. Huh? Het is uit met Toby. Toby? Ja, inderdaad. En nou zit die vriend achter me aan. Hè? Een boeldoos, een wraakzuchtige, jaloerse gek. Maar waar en wie is Toby? Ja, dat doet dat nou niet, jongen. Ik moet onderduiken. Die man wil mijn hoofd zien. Die wil bloed. Pa, ik heb je zo gemist. Pas nou op, jongen. Niet hier, niet hier. Ik moet lang al dat feestje vieren voor die Lucien en mij. Kom nou, Karel. Ik word achter de foto. Nee, ga even een kluisje van. Ga even dansen. Nee, Karel. Nee, waar ga je dan naartoe? Logeerkamer. Weltrusten. Logeerkamer. Logeerkamer. Wat is er? Een man. Een vreemde man. Ah, maar nee, joh, dat is helemaal geen man, dat is Frits. Nee, in mijn kamer. In mijn bed. Wacht, mama, wat is er? Wat is er? Er zit een vent in mijn bed. Huh? Naakt. Oh, lekker. Laat een stukje van mij over. Dat is hem. Goedenavond, mevrouw. Het is een heer om de hand. Familiebezoek. Ma? Hard gekookt, zacht gekookt of medium?
Wat is medium? Van binnen nog zacht, maar het witte... Niet meer van binnen. Ja, maar, zoals mijn lubolken, hè. Mama, over gisterenavond, hè. Ga zacht, hè. Ja, maar dat is komen. Luister. Ja, Leefke, wat is er? Luister even. Ik... Zeg, dat ga je nou nog niemand niet eten, hè. Zo'n goeie vrouw die voor haar zorgt. Nochtans, er zijn er genoeg, hè? Ja, hoe zit dat nu, bolletje? Luister, maar het zit zo. Wat deed ga je hier nou nog te zoeken bij die Karel Visser en zijn vader? Die twee die deugen niet. Ja, maar justement over Karel... Weet je dat de moeder van de nachtbekaas verkracht is? Dat is jarig, Dirkje. Oh, dag, oma! Ben je een beetje van de schrik bekomen? Ach, ja, wat zal ik zeggen? Onze lieve heer heeft vreemde kostgangers. Ja, nou, en allemaal naar zijn evenbeeld geschapen. Hè? Zal ik jullie eens iets vertellen? Het zou mij niks verbazen als die Karel, als dat een Jeannette was. Een Jeannette? Een homoseksueel. Soepterrien. Servies. Peper en zout stelletje natuurlijk. Nou, ik zeg, Toby, hè. Je kan me krijgen, maar je moet kiezen, hè. Die bodybuilder of ik. Slaacentrifuge. Nou ja, toen bleek dat die uitsmijter de keuze al gemaakt had. Ah, uitsmijter, annex wafelijzer. Zeg, waar ben je in godsnaam bezig? Ik maak een lijstje voor de uitzet. Zelfreinigende bakoven met griljoen. Zeg, betekent dat trouwens dat hij zichzelf reinigt of dat je hem zelf moet reinigen? Ja, oma wil weten wat Dirkje en ik straks nodig hebben. Je denkt toch niet dat Dirkje erin stinkt, hè? Nee, maar die oude koe wel. Maar moet jij in godsnaam met een zelfreinigende bak over? Niks, it's the money. Weet je wel wat die kringen kosten? En die oude taart die heeft geld. Dag, oma! Moeten die voeten op tafel? Pardon? En bekijk me niet zo, viezerik. Pardon, ik kijk alleen maar naar vrouwen van na de ijstijd. Hij kleedt mij uit met zijn ogen. Zeg, dit is nog altijd mijn restaurant. En als mijn vader zijn poten op tafel wil leggen, dan legt hij zijn poten op tafel. Kom op, pa, leg je poten op tafel. Karel. Ja, nee, nu. Nou ja, oké. En hij kleedt eruit met je ogen. Nee, ik wil veel voor je doen, jongen, maar er zijn grenzen. Moet je die tafelkleden zien? Kun je soep van koken? Ja, dat klopt. Dus vlek op vlek. Tja, het is een echte zwijnenstal. Worden die ooit wel eens gewassen, ja? Nou, oma, als u het mij vraagt... Hoe haal je het uit? Ach, probeer er maar het beste van te maken. Jongens. Neem een voorbeeld aan Frits. Verschrikkelijk wijf. Ja, en ze blijft nog een week. Ja, leuk ja. Wiens idee was dat? Het is toch jouw huis? Schop er eruit. Hé. Het is nog altijd wel mijn oma, hè? Natuurlijk. Leuk bloesje. Dirkje, kan jij niet even met haar gaan praten, hè? Gewoon rustig, vertrouwelijk, hè? Op jouw manier. En dan zeggen dat ze binnen een kwartier moet oprotten, want dat ik er anders gestrot of blijf. Rustig. Nou, ik kan het niet meer. Rustig. Zit jullie hier? Ik loop jullie overal te zoeken. Ja, wat wil je? Dracula's nachtmerrie is beneden. Monsieur, ik kan het niet meer. Echt waar, ik heb alles geprobeerd, maar ik kan het niet. Ze haat me. Je moet het eens zeggen, Lucien. Wat? Nou, over jou en Karel. Ik bedoel, anders ga ik het zelf wel zeggen, hoor. Wat zijn jullie toch een stelletje egoïsten, hè? Niet één dag kunnen jullie aardig tegen haar zijn, hè? Het is mijn moeder, hè? En ik hou van haar. Ze is hier speciaal voor mij. En als jullie haar niet mogen, dan doe je maar even alsof voor mij. Zouden we iets te ver zijn gegaan? Goh, Karel. Zeg je ook wel eens dat soort dingen over mij? Nee, maar ik zet het wel op je graf, zeg ik, hè? Lulu! Luister nou! Ik wil er niks meer over horen. Nee, ze neemt de hele boel op. Ja, maar ze meent het goed. Ja, te goed, ja. Je moet het er nu zeggen, Lucien. Het is of zij eruit of ik eruit. Er valt niks meer te zeggen, Karel. Wat? Het is voorbij, Karel. Het is uit tussen ons. Dus wat zou ik mijn moeder nu nog moeten vertellen, hè? Dat kan je niet meer. Schatje, ik zei Frits ontleren hoe dat je vlamse stoofkermen naaien mocht, hè? Nooit niet geen paardenstoelen in een stoofkermen naaien. Pruimen, te doren toe, maar nooit niet geen paardenstoelen, joh. Kom, pak de keuken uit, jij. Hè? Ja, joh, heb ik. Restaurant. Dat kan je niet meer. Weg. Nee, wat deed ik er nou? Niks.
Al het ook zijn die blinzen, hè. Weet je wat er mee aan is? Ga werk veel te hard. Zeg, mag ik alsjeblieft ondertitels hebben? Ja, is hè. Ga verstot er niks van, hè. Oh, nee, manneke. Oh, ik ken hoe, hè. Ja, wat deed je dan maar een beetje, hè? Hé, hey, maar je kent mij helemaal niet, hè. Je kent mij niet zelfs zo'n klein beetje kennen, man. Ho, 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 waar hebben jullie het? Gaat je geen zak aan. Ga eruit, ja. Ga eruit. Het is jammer dat het zo moest gaan. Voilà, die is het. Ja, die is het. Zit je nou content? Hé, hey, de goesting na? Maar het was wel mijn schat, hè. Dat was wel mijn vriend, hè, de laatste 12,5 jaar. Allee, toe, klap niet door de ma van uw calzon. Ik ben homoseksueel, ma. Ik ben een Jeannette. Ik heb hier helemaal geen vraag aan doen, maar ik ben van de mannen, ma. Zo, begin je mijn naam misschien een beetje te kennen? Ma. Onthoud het nou toch ook, geen paddenstoelen. Knulletje van me, hè. Kleine Rambo. Lekker Rambootje. Wat is het nou allemaal, hè? Ik zei toch dat ze niet moest komen. Ah, kom ja. Dan, het is allemaal haar schuld, van een man een rotwijf. Dus jij meent het niet zo. Oh, echt. Nou, ik ken hem hoor. En als hij zoiets zegt, dan meent hij het. Hé, wat ga jij doen? Even met iemand van gedachten wisselen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat was een kort bezoekje. Lang genoeg. Ja. Partier semoerend u. Och, kom, u bent blij genoeg dat ik wegga. Natuurlijk, hele opluchting. Maar kijk, ik zat ook te denken over een tekst voor op mijn graf. Partier semoerend u, of dat was een kort bezoekje. Hou op met die grappen. Nee, het is helemaal niet grappig bedoeld. Nee? Wat komt u dan doen? Vieren. Dat u weggaat. Doet u mee? Niet met mij, hè? Slokje op de slechte afloop. Misschien kunnen we een beetje bijkletsen. Hm? Over onze zoontjes. Ja. Waarom ook niet? Echt weg, hè? Ja. Ga je naartoe? Weet je nog niet. Ik vind het wel iets. Eerst een paar dagen bij Irma logeren. En niet naar je moeder? Nee. Daar hoef ik niet mee aan te komen. Zo. Heb je het verteld dan? Ja. Nou, dat zou wel niet makkelijk geweest zijn, hè? Nee. Maar ja, moest er toch eens van komen, hè? Bedankt. Bedankt waarvoor? Voor de 12,5 jaar. En 1 dag. Zo, dat vandaag dan nog mee? Nog niet. We kunnen toch nog wel een dag proberen? Nog een dag? Nog 12,5 jaar. Dat is mijn enige zoon. Niks kwam hij tekort. Helemaal niks. En nu dit. Ach ja. Wat moet ik mijn vriendinnen vertellen? Waaraan heb ik dat verdiend? Wat heb ik verkeerd gedaan? Hoezo nou verkeerd? Het is natuurlijk even wennen. Hè? Dat begrijp ik best. Dat hele verhaal met die stekkers en stopcontacten, dat gaat natuurlijk niet op. Tenminste, het is een andere schakeling, zal ik maar zeggen. Zo wat. Is hij daar nou anders? Verkeerd? Hij heeft het nooit echt eerlijk gezegd. Heb jij het hem wel eens gevraagd?
Nee. Of heb jij precies verteld wat je met je man uitspookte? Nou dan. Waarom zou hij nou vertellen wat hij met zijn speelgoed doet en jij en ik niet? Zorg. Ach, dat is voor mij ook wennen. Ik vind het nog steeds een beetje vreemd als ze aan elkaar zitten. Jammer dan. Maar ja, die jongens zijn gek met elkaar. Hè? Slaan elkaar de hersens in, maar toch. Jij vindt het dus helemaal niet erg? Ach, erg, erg. Kijk, zijn tandenborstel gebruik ik natuurlijk niet meer. Om. Maar erg. Het heeft ook hartstikke veel voordelen. Ja? Oh, geen gezeur met kleinkinderen. Ja. Hij zit niet aan mijn vriendinnen. Ik zit niet aan zijn vriendinnen. Ik heb mij vreselijk gedragen. Hm. Vraag dat nog maar aan de jongens. Ja. Maar wel de moeite waard. Wat? Wat? Zet dat maar op je grafsteen. Het was een kort bezoekje, maar wel de moeite waard. Lubolletje. Ja. Doe maar, jongens. Doe maar. Ieder zijn een mug. Lucien. En Lucien, kom nou. Waar blijf je nou, hoor? Het is altijd een trager geweest. Nou, zeg. Lucien, we gaan, hoor. Hoor je me? Lucien. Ta-ta-ta-ta. Dat is lief, ja, maar... Dat hadden wij echt niet moeten doen, ze, maar ze zijn heel schoon, hè? Ja, maar ze zijn voor Karel, hè? Oh. Huh? Ja, voor 12,5 jaar en 1 dag wachten. Ah, nee. Ja, schoonkoppel. Kijk, Dirk, dat kun jij nou ook krijgen, hè? Als je een paar jaar hard werken, dan heb je ook een mooie bos, hè, oma? Karel zei ook een schoonkoppel. Oma. Oh, ik zou nu ook eens voor een leuke vriend moeten zorgen, hè? Ja, ja. Een leuke Belgische vriend in België. Begrepen. Dag, Karel. Dag. Weet je, zeg maar ma. Kom, brood, ma. Dag, oma. Dag, oma. Dag, Gerard, ga eens in een toffe bink. Je hebt ons allemaal terug bij elkaar gebracht. Verrooid een taxi. Zo ben ik nou, hè, jongens. Ja, zo ben ik. Gerard! Ah! Doei!